Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 14 juli. Inzicht in de menselijke natuur. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 2, vers 24 en 25. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Na een keer betrokken te zijn geweest in een teleurstellende situatie in de kerk, bracht God de tekst uit Johannes 2, vers 24 en 25 onder mijn aandacht. Deze tekst spreekt over Jezus' relatie met de discipelen. De tekst geeft aan dat Jezus geen vertrouwen in hen had. Alhoewel hij zichzelf in de relatie gaf en met hen samen leefde, wist hij dat zij niet volmaakt waren. Hij begreep de menselijke natuur en vertrouwde zichzelf hun niet toe. Dit deed mij beseffen dat ik mijn vertrouwen had gesteld in mensen uit de kerk, terwijl dat alleen aan God toebehoort, en ik mijzelf dus had opengesteld voor een teleurstelling. We kunnen maar tot zover gaan in elke menselijke relatie. Als we voorbij gaan aan goddelijke wijsheid, zullen we waarschijnlijk gekwetst worden. Het is makkelijk om in de valkuil te trappen en te denken dat bepaalde mensen ons nooit zullen kwetsen. Vervolgens zijn we teleurgesteld wanneer zij niet aan die maatstaven voldoen. Niemand is volmaakt. Het goede nieuws is dat God volmaakt is en ons niet zal teleurstellen. Hij is altijd liefdevol en goed. Stel je vertrouwen niet op mensen, dat behoort God toe, maar geef je liever volledig over aan Hem. Hij alleen is volledig betrouwbaar. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, geen mens is volmaakt, maar U wel. Ik wil mijn vertrouwen altijd op U stellen en geloof dat U nooit teleurstelt. Ik vind vandaag troost in Uw volmaaktheid. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen. En geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.